pakweg 40, 50 kilometer van je werk, dan is dit misschien wel een oplossing. Als alternatief, de plug-in hybride. Wat is het voordeel? De verbrandingsmotor wordt bijgestaan door een elektromotor en een grotere batterij, want dat is het verschil met een gewone hybride, die je kan opladen en die je op die manier 40 tot 50 kilometer zuiver op stroom verbrengt. Het grote voordeel van de plug-in hybride is dat je nog altijd, zoals gezegd, met die verbrandingsmotor zit, die, als je dan eens verder moet zijn, je ook daar kan brengen. Nog een voordeel van die plug-in hybride, zeker in de toekomst met de verschillende zones die, ja, waar verbrandingsmotoren zullen geweerd worden in de stad, ja, dat je daar altijd binnen zal mogen, want je kan volledig elektrisch rijden. Het belangrijkste bij een plug-in hybride is niet de sleutel, maar wel dit. Een plug-in hybride hoor je namelijk te laden waar en wanneer je dat kan. Om de hele simpele reden dat je anders gewoon doodgewicht aan het meesleuren bent en dat zorgt voor meer verbruik op benzine. Het laden aan zich, ja, weegt tussen 2,5 à 4 uur afhankelijk van de laadpaal of de sterkte van de laadpaal waar je aan gekoppeld bent. En zoals al gezegd, ja, dat brengt je dan 30, 40, 50 kilometer ver, afhankelijk van je rechtervoet. Het voordeel van de plug-in hybride is dat je twee werelden, zoals al gezegd, het beste van twee werelden kunt proberen te combineren. Bijvoorbeeld zoals nu rijden we puur elektrisch. Waarom? We rijden op een landelijke weg, 50 of tot een snelheidslimiet tot 70 km per uur. Ja, it makes sense om nu op elektriciteit te rijden. Ga je naar een autosnelweg, ja, dan heeft het eigenlijk niet veel nut meer. En dan bestaat het met één druk op de knop om gewoon de verbrandingsmotor terug in te schakelen. Dat is voordeel 1. Op die manier spaar je een stuk stroom. En op het moment dat je het echt nodig hebt, kan je CO2 vrij rijden. Een tweede voordeel van die koppeling van beide krachtbronnen is dat het een stuk krachtiger is dan wat je zou hebben als je de verbrandingsmotor alleen hebt.